Hoe ga je als webshop om met tracking pixels? Hey, ik ben Cornee, het kanaal voor online ondernemers. In deze video heb ik het over tracking pixels specifiek voor webshops. En hoe ga je er nou eigenlijk mee om? Tracking pixels worden meestal gebruikt voor marketingdoeleinden en vaak voor onderzoek naar de bezoekers van die website. En zonder heel diep in te gaan op de achterliggende technologie van al die tracking pixels, gaat het mij in deze video meer even over het idee, moet je er een webshop wel of niet doen? En um, ja, uiteindelijk, hoe kijk je er zelf eigenlijk tegen aan? Kijk, als je naar een website uh, toe gaat, bijvoorbeeld ik ga even naar weekamp.nl, dan zie ik hier met deze software, ik gebruik even UltraBlock. Ik gebruik het normaal eigenlijk niet, de software. Maar wat je nu ziet is dat ik deze website gemaakt gebruik van zes externe pixels. Zeg maar hij zegt hier twee keer zijn gericht op advertenties, één keer op analytics en drie zijn onbekend. Ga ik op naar bol.com, hebben we er vijf. Even kijken of je... En hier zegt hij bijvoorbeeld uh, Google Tag Manager, uh, social, uh, Facebook zie ik hier tussen staan. Um, ja, nog heel wat meer pixels. Ga ik naar Amazon. We werken met we 4 pixels. En ja, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel over de website specifiek. Hè. Amazon heeft vanavond zijn eigen tracking software erin staan. Dus je weet eigenlijk ook niet wat ze daar precies mee tracken, Want die software gebruikt natuurlijk alleen Amazon. Wat je eigenlijk alleen moet afvragen als webshop zijnde is: van, Wil je heel veel die tracking software op je site hebben? En nu pak ik een paar hele grote websites. Ze zijn er nog relatief voorzichtig in. Maar dan ga je dan naar kleinere webshops toe? Soms kom ik wel websites tegen die wel 12 tracking pixels geïnstalleerd hebben. En dat varieert dan tussen um, software als een Mouseflow uh, of een, mouse een hotjar die bijvoorbeeld uh, de bezoeker analyseren om de website misschien te optimaliseren. Maar ook heel veel Facebook pixels, Bing, LinkedIn, um, uh, Google natuurlijk. Uh, ja, verzint maar al die marketing pixels. Pinterest, ja, je, je kunt ze allemaal op maar Alle grote social media netwerken bieden wel een tracking pixel aan om juist uh, gerichte advertenties te kunnen richt, uh, aanmaken. Met de opkomst nu, nu van uh, Apple met het nieuwste besturingssysteem waar ze nu mee zitten met iOS 14.5 die straks uitkomt en ook wat er nu aan iOS 14 zit, heeft Apple het heel erg uh, groot gemaakt dat ze de privacy heel erg willen beschermen van de gebruiker. En daardoor eigenlijk ook apps dat onderling, dat het onderling heel moeilijk maken om tracking toe te laten. Dat dus apps niet meer onderling data van elkaar kunnen uitlezen en dat die do not track me button staat standaard uh, uit, zeg maar. dus standaard wordt je niet meer getrackd tenzij je expliciet toestemming geeft. Nou, dat is een, uh, in het marketingland is dat best wel een dingetje op dit moment. Maar je kunt je ook als afvragen als webshop zijnde, moet je, je, moet je al die tracking nog wel willen? He, moet je, als jouw een gebruiker misschien wat meer tech savvy is en zo'n adblocker geïnstalleerd heeft. Ik heb hem standaard niet geïnstalleerd, dat is een hele bewuste keuze. Ik heb hem nu voor deze video even geïnstalleerd. Maar als je het wel hebt geïnstalleerd en je komt op een website en je ziet ineens 4, 5, 6, 7, 8, misschien wel 10, 12... Uh, uh, Objecten die worden geblokkeerd, van trackers tot aan um, ja, verzint allemaal, allemaal externe plugins. En dan kan je als, als websitebezoeker, en zeker als webshopbezoeker, weer afvragen: van ja, wil ik wel bij zo'n webshop kopen die blijkbaar zoveel informatie voor mij wilt hebben? Want. Het probleem is vaak een beetje dat de meeste webshops zelf niet in weten wat er met die informatie gebeurt. Het zijn vaak alweer externe tools die worden weer ingeladen, soms bewust, soms onbewust. Soms heeft de webshop-eigenaar niet eens door dat al die tracking software aanstaat, want er ooit een keer iets, iets geïnstalleerd en die software staat er nog steeds in, zonder dat het eigenlijk gebruikt wordt. Buiten dat het je website vertraagt, zorgt er ook nog eens een keer voor dat het toch wel, dat je met je vertrouwen doet. Dus eigenlijk is er geen goed of fout deelpunt. Ja, eigenlijk is er wel een fout. Want als je naar de uh, AVG GDPR-wetgeving kijkt, is, die zijn daar best op dit moment wel strikt over. Dat je eigenlijk heel veel ja, buitenlandse of buiten-Europese software um, in sommige gevallen eigenlijk helemaal niet mag gebruiken. Dat je eigenlijk beter een Europees alternatief kunt gaan. Maar om buiten die discussie te blijven, kun je je denk ik veel beter afvragen: hoe kijk jij zelf naar? Als jij zelf online koopt als online ondernemer, je gaat naar een webshop toe en je ziet dat die heel veel informatie probeert uh, voor jou te vergaren. Vind je het prettig of niet? Um, twee jaar geleden was ik op uh, Traffic and Conversions en Ryan Dice zei daar tegen het hele publiek, dat waren allemaal marketeers waren die zei van bouw eens een webshop of een website zonder tracking. Stop eens met tracken en kijk eens wat er dan met je conversie gebeurt. Nou, de, de, wat daar de uitkomsten van zijn, weet ik niet echt. Ik heb zelf wel wat webshops eh, gehad of wat websites ook gehad waar geen tracking op zat. Maar we konden het slecht vergelijken, omdat we natuurlijk niet ja, twee identieke webshops naast elkaar kunnen zetten. Omdat de ene nog beter besteedt dan de ander. Het enige voordeel is wel dat je website wat sneller inlaat. Want hoe minder objecten je inlaat in je website, hoe sneller die is. Alleen, ik denk dat je jezelf heel erg moet afvragen of je het wel wil. Of je wel wil... Die informatie wel van je gebruiker wil tracken, wij zelf doen het steeds minder en wij waarschuwen onze klanten er ook voor om het niet te veel te doen, maar dat is steeds ook een eigen keuze. Maar denk er eens goed over na en in de sfeer bijvoorbeeld even ultra blokken, gewoon eens even te kijken hoe je eigen website presteert, hoeveel wordt er nou geblokt? Ik ben persoonlijk niet voor adblockers, want ik denk dat uh, advertenties ook heel goed zijn voor het internet om bepaalde websites en nieuwsites uh, content te laten uh, uh, genereren dat ze ervoor worden betaald. Dus na deze video verwijder ik persoonlijk uh, UltraBlock weer. Maar ik heb het puur even geïnstalleerd om te laten zien van ja, wat doet het nou eigenlijk. En ja, kijk eens naar je eigen site, kijk eens bij je concurrentie en ja, hoe sta jij er nou voor. Ik hoop dat je het een interessante video vond. Laat het even weten in de comments. Uh, abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. Tot snel.